Namelijk. Uh, banen genoeg, maar uh, het lijkt wel alsof. Uh... De jongeren dat uh, niet aan willen. Nee, de facturen vliegen je om de oren. Maar op dit moment hebben zo'n 160.000 jongeren een WW-uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het UWV op de voorpagina van de Telegraaf. Werkloosheid jongeren stijgt in een jaar een kwart meer jeugd-WW'ers. Ja, de eerste gevolgen van de verslechterende economie zijn voor jongeren volbaar. Uitzendbanen lopen af of tijdelijke contracten worden niet verlengd. Ook werken ze vaak in de detailhandel of horeca. En dat zijn sectoren waar het moeizamer gaat. Sinds de corona. Een andere oorzaak van ontslag kan zijn dat er geen klik is tussen de jongeren en de baas. Die baas heeft geen zin in die veel eisende jonge werknemers. En voor de jongeren valt het werken tegen en is de baan niet wat ze ervan verwachten. Ja, wel opmerkelijk toch? Dat er zoveel werk is, maar dan, dat de jongeren daar dan niet aan willen. Ja, ook in de landen. de tuinbouw is uh, vol op werk. Het seizoen komt er ook weer aan. Dus uh, ik zou ook tegen jonge mensen zeggen die kunnen werken. Het is goed voor je. En kijk eens ook in die ja. sector. Ja, Er blijkt dus toch een soort van generatiekloof te zitten... ook qua mentaliteit, hè? De, 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 de werkhouding. Ja. Ik heb uh, laatst nog een aantal ondernemers gesproken... die heel erg bezorgd waren over de hogere kosten... vanwege het minimumloon wat omhoog gaat. Ja. En waar ja. uh, telkens maar weer voor gepleit wordt om dat hoger te maken. Dat is voor hun een grote kostenpost. Maar het leidt er ook heel vaak toe dat jonge mensen zeggen... of mensen zeggen, oh, krijg ik wat meer, dan ga ik gewoon minder werken. En dus dat idee wat achter zit dus op twee kanten heel afrechts kan werken voor ja. de arbeidsmarkt. Ja, dat is inderdaad een keerzijde van de medaille. We gaan uh, door, want uh, ja, er is, een, is vandaag veel aandacht voor uh, praktische beroepen. Ja,